En vroeger het lastigste jongetje van de klas, maar inmiddels influencer op social media. En sinds deze week afdelingsmanager op de afdeling vers bij supermarkt Valmar in de Literatuurwijk in Almere. Ja, dat is in de notendop de carrière van Redouan Asakali. Hij doet nog veel meer. Hij heeft een bijzonder jaar gehad in 2020. Dit jaar, nou, dat zou nog wel eens zeker zo bijzonder kunnen worden. Redouan, goedemiddag. Een hele goede middag, hallo. Hi, laten we beginnen met onze felicitaties natuurlijk met je nieuwe baan. Zie je dat als een grote stap? Hartelijk dank, ja zeker. Ik zie het inderdaad als een grote stap. Ik ga dus nu weer aan de slag in Almere bij Valmar voor de markt als afdelingsmanager. En ja, ik ben er enorm trots op dat ik aan de slag mag bij de Valmar en weer terug weer in Almere. Ja, een hele verantwoordelijkheid ja. Ook, hè? Want je hebt heel veel mensen onder je daar. Ja, klopt inderdaad. Daar zijn we als managementteam met z'n allen verantwoordelijk voor. In eerste instantie zal ik binnen Valmar een 10-weekse opleiding krijgen om alle processen binnen het bedrijf tot me te krijgen om inderdaad uiteindelijk ja, een hele team aan te sturen. Ja. Je was ongeveer een jaar geleden hier bij ons in de studio. Hè? Toen mocht dat allemaal nog, dat was nog voor corona. Toen vertelde je ook in dat interview dat er een supermarktmanager in jouw verleden was die heel belangrijk is geweest in jouw leven. Klopt. Ga je nou ook proberen om zelf ook zo'n soort manager te zijn voor anderen? Zo'n rolmodel? Ja, zeker. Ja, ik wil er alles aan doen om het gevoel wat ik heb gekregen van mijn oude supermarktmanager om dat gevoel ook te geven aan de jongeren in de winkel. Want als ik heb gezien wat het met mij als persoon heeft gedaan, heeft het heel veel gedaan met mijn vertrouwen en ontwikkeling. En ja, ik ga er echt alles aan doen om ook mijn mensen in de winkel dat gevoel te geven. Ja, zij heeft jou toen geholpen om het talent in jezelf te ontdekken, hè? Ja, klopt inderdaad. Dat was Dominique Hakkenberg. Dat was echt een geweldige supermarktmanager die mij echt in alles heeft geholpen, zowel als privé als zakelijk. Dus dat heeft heel veel met mijn vertrouwen gedaan. Ja, wat wil jij de jongeren zelf nu vooral meegeven? Dat je voornamelijk de regisseur bent van je eigen leven. Op het moment dat jij gelooft in jezelf en volledig achter jouw eigen krachten staat, dan kun je komen op de plek waar je wilt komen. Alleen, er is ook een advies die ik echt wil meegeven aan de jongeren, is probeer jezelf kwetsbaar op te stellen. Niet alles kan in één keer goed gaan. En het is absoluut niet slecht om een keer te vallen en een terugblik naar jezelf toe te geven. Hoe je dat in de toekomst anders zou kunnen doen. Maar het is vaak wel moeilijk, hè, als je zo op die leeftijd zo van 17, 18 bent. Want dan wil je toch een beetje dat stoere imago in stand houden. Ja, klopt inderdaad. Ik ben zelf ook 27 en ik hoop dat die jongens toch wel de toegang voelen bij mij. Om zichzelf toch wel kwetsbaar te kunnen opstellen. Mooi. Nou werkte je eerder in een supermarkt in Amsterdam. Afgelopen jaar kwam je ineens met je hoofd op billboards door heel Amsterdam. Hoe kwam dat zo? Ja, ik werkte zelf in Amsterdam-West. Ik ben toen benaderd door een gebiedsmakelaar die dus verantwoordelijk is voor de buurtbewoners in Amsterdam. En die is bij mij in de winkel gestapt en die wou mij dus voordragen bij de gemeente Amsterdam. En toen stond er opeens een cameraploeg voor de deur en had ik een fotoshoot. En 2 weken later hing ik door 54... borden in Amsterdam. En dat had ik nooit durven dromen. Dat had ik nooit zien aankomen. En het mooie is gewoon dat je gewoon elke dag wordt benaderd door mensen die je niet kent. Of mensen die je wel kent. Die jou op een gegeven moment op de borden zien. En het was echt heel mooi. Echt enorm mooi moment om mee te maken. En ook iets wat ik absoluut nooit van mijn leven zou gaan vergeten. Echt heel mooi was dat. Ja. Heel bijzonder. Nou was er ook een minpuntje dit jaar. Een groot minpunt natuurlijk corona. En dat gooide voor jou persoonlijk ook nog een roet in het eten. Hè? Want je zou 20 december gaan trouwen. Maar dat ging niet door de coronamaatregelen. Heb je nieuwe plannen al gemaakt? Ja, ik ben zelf wel
getrouwd inmiddels. Alleen het grote feest zal nog moeten komen. Alleen ja, door de corona-maatregelen vind ik het wel belangrijk om ons daaraan te houden. En zodra de maatregelen worden versoepeld, dan zien jullie vanzelf een uitnodiging verschijnen. En dan zijn jullie van harte welkom. Ja. En je hebt een huis gekocht? Ja, klopt inderdaad. In Almerehaven. Dus ja. Ja, dus je bent helemaal aan het settelen. Ik ben inderdaad helemaal aan het settelen natuurlijk met een toekomstperspectief om in de toekomst ook kleine redoantjes te zien. Almere groot te zien worden. Ja, ik wou je vragen naar je droom voor 2021, maar misschien hebben we het antwoord al gekregen. Ja, dat is inderdaad wel een van mijn dromen inderdaad, om vader te worden. Dat ga ik niet ontkennen. Mooi. Ja, wordt het een mooi jaar 2021 of ook een moeilijk jaar? Ik durf dat niet te zeggen. Alleen wat ik wel voor mezelf wil zeggen is dat ik dus nu aan de slag ben bij FOMAR voor de markt in Almere. En ik ga er alles aan doen om mezelf daar goed te presenteren en samen met het team mooie prestaties te leveren. En dat is ook voor mij een van de doelen voor 2021... Ja. Om een succesvol jaar te maken bij de FOMAR in Almere. Nou weten we wel waar je werkt. Maar die supermarkten zijn heel belangrijk op dit moment. Hè? Echt een soort, soort plek waar mensen eigenlijk nog... een van de weinige plekken waar mensen nog naartoe kunnen. Hè? Merk jij dat ook? Ja, klopt. Je merkt wel... dat de klantenaantallen in de supermarkten enorm groeit. De omzetten in de winkels die groeien ook enorm. Dus je merkt wel in de winkel dat er meer klanten zijn in de winkel dan normaal. Want restaurants zijn natuurlijk gesloten. Men kan niet meer naar de bioscoop toe. Dus die gaan in de supermarkt alles inslaan om toch nog een leuke avond zelf creëren thuis. Dus dat merk ik wel in de winkel. Ja, drukke tijden, bijzondere tijden. Heel veel succes toegewenst en laat het een mooi jaar worden voor je, Redouan Asakali. Nou, hartelijk dank. Jullie bedankt voor het gesprek en voor de uitnodiging. En ik wens jullie ook nog een heel mooi jaar toe. Dankjewel. Tot later.